Hartelijk welkom in onze schaverij. Kijk, hier hebben we een partij hout die we voor de bennenindustrie geschaafd hebben, waar het bokspringen gemaakt worden. In 1881 opende koning Leopold II het houtdok in de haven in Gent. De handel in hout was in die periode van groot belang. En ook nu nog zit de grootste Belgische importeur van hout in onze haven, van Horebeke Timber, een bedrijf met een lange historie. We zijn een familiaal bedrijf, dus ikzelf ben de 8e generatie. En sinds 1842 zijn we begonnen met hout in te voeren via het kanaal Gent-Terneuzen. Aan het begin van deze eeuw werden alle activiteiten van het bedrijf, tot dan toe verspreid over verschillende locaties, gecentraliseerd op deze nieuwe locatie aan het Kluizendok. We hebben hier een totaal van 120.000 vierkante meter. Gemiddeld komen hier ongeveer 10 à 20 vrachtwagens per dag binnen en gaat hetzelfde volume naar buiten. Wij lossen hier ongeveer 2 boten per maand. En hier stockeren we hout uit verschillende continenten, waarvan het grootste deel vanuit Europa en Rusland komt. Onze eerste markt is eigenlijk de markt voor de bouwmateriaal. Daar hebben we eigenlijk het grote voordeel van alles op één stockageplek te hebben. Dus dat wil zeggen dat we zowel hout, platen, geschaafd hout, balken hier op één vrachtwagen naar verschillende klanten kunnen sturen. En dan hebben we het tweede type klant die meer een industriële klant is, die zelf hout zal verwerken. En aan wie we enorm veel Siberische larix leveren. En die bevinden zich voornamelijk in het buitenland, Frankrijk, Duitsland en eigenlijk over heel Europa.